Scarlett of het Graafland. Ik ben beeldend kunstenaar en fotograaf. En ik vind het erg leuk om mee te doen aan deze lezingenreeks over The Unknown. En heel jammer dat ik jullie allemaal niet live kan zien. Maar door de omstandigheden is het niet anders. En ga ik mijn best doen om dit zo goed te doen op de video. Eigenlijk voor mij is The Unknown een heel belangrijk groot thema in mijn werk. Ik gebruik het en in mijn werk, maar ook door de totstandkoming van mijn werk. Want ik reis naar hele afgelegen gebieden en vaak hele onbekende plekken waar ik dan met mijn rugzak op en camera's mee gewoon maar moet proberen er iets van te maken. En op de Bonnefoy ga ik erheen en ben ik eigenlijk heel erg afhankelijk van de goodwill van de plaatselijke bevolking. Ja, en dan probeer ik wel veel te zoeken naar juist culturen die heel anders zijn dan onze bekende westerse cultuur. Omdat ik het ook heel fijn vind om me te laten verrassen en op het verkeerde been gezet te worden. En bijvoorbeeld bij de Inuit cultuur werkte dat enorm. Want het is toch een hele andere wereld daar. Maar ook in Bolivia en de Altiplano, waar ik echt heel veel geweest ben. En in Madagaskar, op Socotra, het eilandje. Dat is een Vanuatu. En veel ook in China geweest. Dus eigenlijk hele verschillende plekken. En ja, wat ik er heel mooi aan vind, is dat de uitkomst is altijd heel verschillend. Want je moet en werken met de lokale gebruiken, maar ook de weersomstandigheden. Ik ben ook veel in de Arabische wereld geweest, ook in Oman, waar het dan weer ontzettend warm kon zijn. En in de Inuit, en op het Poolgebied in Canada, waar het soms wel 25 graden onder nul was. Dus ja, dus om blootgesteld te worden aan al die ook natuurlijke elementen, dat doet ook iets met de uitkomst van je werk. Maar wat ik interessant vind van deze manier van werken, is dat je ook een beetje loskomt van je eigen identiteit. Want je komt op een nieuwe plek. Je moet je enorm kijken hoe je je kan verhouden tot die nieuwe cultuur. En dus alles is nieuw en je kan niet meer in je gewone automatische piloottoestand dingen doen. Overal moet je je op anticiperen. En het geeft mij ook een enorm gevoel van vrijheid. Dat onbekende, waardoor je loskomt als het ware. En dat probeer ik dan ook in het werk te doen. En daardoor, ik hou enorm van om ook te zoeken naar surrealistische plekken. En om, een beetje dat de realiteit te kunnen overstijgen als het ware. En dat doe ik allemaal met mijn analoge camera nog. Dus ik werk altijd analoog. En daarna schiet ik het ook. Of daarna druk ik het ook af met de negatieve. Dus ik manipuleer niet in mijn werk. En dat vind ik zelf heel mooi. En daardoor kan het soms, omdat soms de situaties net lijkt alsof het gefotoshopt is. En dus ik vind dat wel een meerwaarde om het juist, dat je het heel puur hebt gemaakt. Een paar jaar geleden heb ik het werk Pink Lady gemaakt in de zoutvlakte van Bolivia. En daar staat een dame van de Aymara-stam in haar traditionele kleding met een bolhoed en roze kleding. Staat midden in een gigantische zoutvlakte. En naast haar zweven nog twee andere bolhoeden. Dit is een werk wat ik gemaakt heb naar aanleiding van de ziekte van mijn moeder. Mijn moeder heeft jarenlang Alzheimer gehad en in haar zieke, verwarde toestand
had zij altijd in gedachten dat haar ouders in de kamer naast haar net even lagen te slapen. Dus dat die altijd bij haar waren. En ja, ik vond het altijd zo mooi dat zij zich zo kon... dat het eigenlijk haar vervelende situatie van die ziekte toch naar haar hand zette. Door het zichzelf fijn te maken. Met die gedachte dat haar ouders altijd bij haar waren. En wat ik gedaan heb is dus die hoede aan een visdraadje gehangen naast die dame. Mijn moeder had ook vaak hoedjes op en droeg veel roze kleding. Dus vandaar dat outfit, zeg maar. En, maar wat ik er zo mooi aan vind is die schaduw. Die valt op de grond. Die twee cirkels, zeg maar, van de schaduw van die bolhoede. Waardoor je eigenlijk als het ware... Je gaat daar figuren gaat inplaatsen in gedachten. En dat is precies zoals zij dat deed in haar ziektebed. Dus ik ben zelf heel blij met dat werk. En ik vind het ook mooi als ik in zo'n onbekende omgeving ben. Om te kijken wat de materialen daar zijn. En en op die manier... je kan improviseren. En onder andere wat ik wel heel bijzonder vind in Bolivia is... Er zijn daar heel veel mijnen. En het is nog hele ouderwetse manier, bijna middeleeuws... hoe ze daar die mijnbouwers werken. Dus dat is met stukken dynamiet die ze gewoon zelf plaatsen. En dat dynamiet is dan ook te koop op straat. Het is niet... Ja, officieel mag het niet. Dus ik had wel een assistent van mij, een Boliviaanse man, die wist hoe je daar aan kon komen. En het was een beetje ingewikkeld, maar toch hadden we... Ja, op een gegeven moment hadden we een hele tas vol met dynamiet. En het leek mij mooi om zo'n vrachtwagen, die je ziet in de zoutvlakte, waarmee de werkers zeg maar het zout naar de fabriek brengen. Om dat zout, wat normaal zo'n hele zware lading is, om dat heel licht te maken. En om dus dan dynamiet te gebruiken om dat te laten ontploffen. Ik heb voor die gelegenheid de vrachtwagen ook wit gespoten. Zodat het beter uitkwam. Want daardoor krijg je die witte vlakte met de witte wagen. En het uitspattende witte zout. En ik heb het genoemd My White Knight, mijn witte ridder, omdat ik het wel een mooie ridder vond. Ik ben naar Madagaskar gegaan eigenlijk maar om één reden en dat is de Renala bos. Dat is een speciale baobabboom die alleen voorkomt in één bos in Madagaskar. En Renala in de Madagaskar taal betekent moeder van het woud. En ik vond het mooi om bij die gigantische bomen, om daar allemaal moeders tegen de stam van die boom aan te plaatsen. Waarbij de benen omhoog liggen, dus verticaal. Ook in Madagaskar is het boekje Le Petit Prince een heel populair. En in dat boekje komt er op een gegeven moment een scène voor in op een planeet met alleen maar baobabbomen. En dat wordt de Upside Down Tree genoemd. En dus ik vond het wel mooi om die mensen ook upside down te leggen. En er liggen 10 vrouwen op tegen die stam. En nog steeds is die stam niet helemaal gevuld. Dus daar... Kun je indenken hoe gigantisch groot die boomstam is. En ik vind het zelf ook mooi dat die lijnen van die benen zo doorgaan in die rij bomen op de achtergrond. Een werk waar ik heel blij mee ben is Fish. Dat heb ik gemaakt in het westen van Madagaskar. Aan de zee tussen Madagaskar en Mozambique. En ik was daar op een heel klein vissersdorpje op het
strand. Samen met vrienden uit Madagaskar, andere fotografen. En we zaten te wachten. We zagen kleine bootjes, een soort kano's, terugkomen uit zee. Die hadden gevist, dus we waren benieuwd wat ze in hun boten hadden. En bij aankomst bleek dat ze allemaal lege bierkratten bij zich hadden. En bevroren vis. En bleek dat zij om vis te vangen, dat ze dan ruilen bier en of ja, alcohol en sigaretten, allemaal dat soort dingen, met de zeelieden van grote visserschepen uit Japan, die daar eigenlijk alles leeg vissen, en zodat er bijna geen vis meer over is voor de lokale vissers om te vangen. Maar de vis die zij dan niet meer willen, maar die ze al wel hebben ingevroren, dat krijgen dan de locals. En ik was er zo door geschrokken en verbaasd ook. Dat ik dacht, ik wil iets doen met hun situatie. En ik heb ze gevraagd, een groepje van die vissers, om in hun kanoboten te gaan liggen en hun knieën op te steken. En zo zijn het eigenlijk vissen die op het droge zijn gekomen. En hun knieën worden bijna een soort haaienvinnen. En voor mij was het echt een proteststem van ja, mensen in nood. Maar doordat het ook zo'n heel leeg beeld is, heel minimalistisch, met een heleboel, ja, een dun laagje, dunne laag van de Turquoise Zee en de rest is allemaal blauwe lucht. Een heel stil beeld, maar het zegt ondertussen ook wel heel veel. Een werk wat ik heb gemaakt in Madagaskar is Blue People. Het zijn allemaal kindjes die staan onder een dakje van een hut. En ze zijn blauw geschilderd. Je ziet hun lichamen, de gezichten eigenlijk niet. Die zitten al onder dat rieten dak. En het licht dat schijnt net op hun voeten. Ik ben zelf heel blij met dat beeld. Het was... Het is een beetje per toeval ontstaan, of in ieder geval die lichtval, dat had ik niet zo bedacht, maar eigenlijk maakt dat het werk. Ik denk als niet die voeten in het, ja, als die niet in het licht hadden gestaan, dan was het, nou ja, was het heel anders geworden. Ik had gehoord, ik ben lang door in Madagaskar geweest, veel rondgetrokken met een groepje, ja, lokale fotografen daar. En een van de jongens die vertelde mij een keer dat de term Blue People, dat werd gebruikt om slaven aan te duiden in ja, een aantal eeuwen terug. Het was, ja, ik wilde eigenlijk iets doen met die afschuwelijke geschiedenis van Madagaskar, met die slavenhandel en of daaraan refereren. En daarnaast vond ik het ook wel speels om juist die kindjes blauw te schilderen. Deed ook denken aan de Smurfen en, nou, kinderen die vonden het zelf ook erg leuk. En dus ja, en om op die manier een soort, nou ja, een eigen beeld te creëren.